Welkom, mijn naam is Theo de Klein van www.brandweerauto.nu. Vandaag even geen filmpje over brandweerauto's, vandaag even een praktisch filmpje over YouTube. Vandaag leg ik uit hoe je een filmpje klaar kunt zetten in YouTube, maar nog niet publiceert op YouTube, dus dat iedereen hem kan zien. Nou, het is eigenlijk heel simpel, je gaat gewoon het betreffende videootje uploaden. En dan klik je bij de basisinformatie, bij privacy instellingen op verborgen. Nou, op het moment dat je hem op verborgen zet, dan komt hij niet online. Je ziet hem wel als je op de knop videobeheer drukt. Kijk, hierboven zien we dus de video. Maar hij staat op het slotje. Dat wil zeggen dat hij niet voor iedereen te zien is. Nou, het is vandaag 6 december. Ik heb vandaag deze video geüpload. Zolang een slotje erop blijft, kan niemand hem dus zien. Stel dat ik over 2 dagen hem online wil zetten, dus dat iedereen hem kan zien, openbaar. Dan moet ik naar bewerken gaan. Ik klik dus op de video die ik openbaar wil maken. Ik ga naar bewerken en ik ga weer naar privacy instellingen. En ik zet hem op openbaar. Nou, op het moment dat ik hem op openbaar zet, kan iedereen hem zien. En op het moment dat ik dus dit aanklik, dan verschijnt ook de publicatiedatum op YouTube. En dat wordt dan 8 december, want 8 december heb ik hem openbaar gemaakt. Goed, heb je ook een vraag over YouTube, over de brandweer of wat dan ook, mail het me. info@brandweerauto.nu. Ik wens je nog een fijne dag verder.